Hallo, welkom bij een nieuw filmpje van Sylvia Crea en zo. Vandaag een ander filmpje dan anders, want deze keer heb ik geen projectje voorbereid. In die zin dat ik het nog niet heb gemaakt. Ik ben er wel uiteraard in mijn hoofd mee bezig geweest. Ik wil jullie namelijk samen met jullie een cadeautasje maken. En daarvoor gebruik ik de Dressed to Impress stempelset en de All Dressed Up Dies. Deze staan nog in de jaarcatalogus en zijn van vorig jaar meegegaan. Een superleuke set waarmee je ontzettend leuke tasjes kan maken. Dus die wil ik gaan gebruiken om geld in te doen. Ik heb binnenkort een verjaardag van een meisje wat volgens mij 11 wordt, waar ik dit tasje inderdaad voor wil maken. Dus ik dacht, ik neem lekkere felle kleurtjes. En ik zag in mijn kant inderdaad de Magenta Madness staan. Dus ik heb ook de stempel inkt er even bij gepakt. En het kartstok wat als basis gaat dienen. En toen viel mijn oog op dit prachtige papier van de... Even kijken hoe het precies ook weer heet. Oh ja, de Expressions In Ink Speciality Paper. En daar zit natuurlijk ook de Magenta Madness in verwerkt. Dit is dat mooie papier met allemaal gouden... gouden details erin. Met groenkleuren. Ook zonder goud. Maar ook deze. Dus ik dacht, nou, dit kan als mooi als aanvulling dienen op de Magenta Madness kaartstok. Mooi als designpapier. Ik dacht, want het wordt nou toch eens een keer tijd dat ik dit mooie papier ga gebruiken. En in stukken ga snijden. Dus dat ga ik vandaag met jullie doen. Dus ik neem jullie gewoon helemaal mee in het proces. Zoals ik dan dingen ontwerp en als ik gewoon lekker aan het knutselen ben, hoe ik dat dan doe. Dus kijk gezellig met me mee. Om te beginnen ga ik in ieder geval even dit papier eventjes opzij leggen. Zodat ik, even op de grond, vlakbij me. Zodat ik in ieder geval even, ik denk dat ik 2 stukken nodig heb, maar goed, even 2 stukken Magenta Madness kan pakken. Zodat we even samen de basis kunnen snijden, kunnen stansen zeg maar van het tasje. De stansenset die bij de stempelset hoort, de All Dressed Up Dies, die zien er zo uit. Daarbij heb je hartstikke leuke vormpjes die je kan gebruiken. En dit is het tasje. De basis van het tasje. Hier heb ik alvast de hengsels. Ik weet nog niet of ik er een rugzakje van ga maken of een leuke strandtas. Maar dat zien we straks. En de andere gedeeltes die we straks even snijden. We beginnen eerst even met... Nou, dan hebben we, ik weet niet of jullie het goed kunnen zien, maar overal zit zo'n leuk stickerrandje aan. En dit is de basis van het tasje. Er zitten ook gelijk rillijnen in, waarmee je het tasje kan vouwen. Je kan hem op verschillende manieren vouwen. Je kan er namelijk, ik zal ze even tegen elkaar aanhouden, een rugzakje van maken. Maar ook een soort strandtas idee. Dus ik ga eens even kijken wat ik leuk vind voor vandaag. In beeld blijven. Dit is als je een rugzakje maakt, komt hij zo. Dan vouw je de vouwtjes naar binnen, zeg maar. Zo. En dan kan je deze aan de achterkant plakken. Je kan er ook weer een soort strandtas idee van maken. En dan doe je dit middelste vouwtje naar buiten. Zo. En dan plak je hem zo in elkaar. Zeg maar. En dan heb je meer een strandtas idee. En ik denk dat ik die ga gebruiken om, voor mijn cadeautasje. Zal ik toch een... Nee, ik maak er toch een rugzakje van. Strandtas heb ik al een keer gedaan. Ik maak nu een rugzakje ervan. Dus we doen de vouwtjes naar binnen. Voordat ik hem in elkaar ga plakken, ga ik eerst nog even het DSP uitstansen en erop plakken. Even kijken wat ik daar dan mee wil. Dit is voor een labeltje. De riempjes eroverheen. Even kijken hoor. Deze heb ik nodig, want ik wil een pocket hier voorop, dus dat is wel leuk. En die is misschien wel leuk om toch in Magenta Madness te doen. En dan ga ik voor alle panels ga ik gewoon het DSP nog een keer snijden met de vorm. En dan knip ik het langs het stiksteekje, zodat het iets kleiner wordt. En de delen die ik dan wil beplakken, zoals de voor- en de achterkant, daar komt dan met deze. En dat ga ik nu even doen. Alles ligt weer recht in beeld. Ik heb hier de stukken die ik heb gesneden van het DSP. En die ga ik nu even knippen. Je kan dit ook voorzichtig proberen met je trimmer te doen. Maar ik knip gewoon voorzichtig langs de stiksteekjes. Een klein stukje erbinnen. En dan heb je een mooi paneeltje om op te plakken. Je kan uiteraard ook het tasje uit het DSP snijden, maar ik wilde een iets steviger tasje hebben. Dus dan doe ik het op deze manier. Doe ik het eerst van cardstock en vervolgens snij ik het dan ja, nog een keertje uit van DSP. En dat gaat eigenlijk heel makkelijk. Dus, nou... Ik zal dit versneld voor jullie afspelen, zodat jullie me niet alleen maar hoeven te knippen. Maar dan kunnen jullie wel zien hoe ik dat... Dus dit ga ik er nu op plakken. Met een beetje Tombow. Ook de achterkant is mooi, maar ik denk het mag wel lekker feestelijk met wat goud. Een lekker chic tasje. En het voordeel is om het, als je DSP, als je dat wil gebruiken, de eerst op te plakken, is dat je gewoon nog vlakken, platte vlakken hebt om het op te plakken. Lijm tussen. Ik weet niet, helemaal netjes tot het randje gelijmd, zie ik. Zo. En dan maak ik hier de voorkant van en hier de achterkant. En dan ga ik nu het tasje in elkaar plakken. Ik doe dat met Tombow. Je kan het uiteraard ook met tape doen. Nou, ik doe het met Tombow, want dan kan ik nog een beetje schuiven. En zorgen dat alles netjes aansluit. Zo. Nou, Tombow heeft natuurlijk even tijd nodig om te drogen, maar hij plakt het aardig. Zo. Dan vouwen we dit een beetje naar binnen. Dan wilde ik deze kant als mijn voorkant gebruiken, dus ik vouw de twee flapjes naar binnen. Ik doe er een beetje lijm op. Daar vouw ik de achterkant naar voren, zodat je aan de voorkant een mooie vouw hebt en je niet tegen een naadje aankijkt. Zo. Zo, dan kan dit naar binnen. En dan is het misschien wel leuk om zo meteen nog, een klepje eroverheen te maken. Maar dat kunnen we zo wel snijden. En dat vind ik wel leuk om dat ook te bekleden. Misschien met Magenta Madness te doen en dan te bekleden met DSP. Dan komt hier nog een zakje op de voorkant. En daar ga ik, dat ga ik nog wel versieren. Maar het is misschien wel leuk als er toch nog, als je er ook iets achter kan steken. Dus ik doe dat aan drie kanten maar met lijm. Zo. Dan kan ik altijd nog iets tussen stoppen. Zo, in het midden van het tasje. Zo. Nou. Het begint er al toch wel aardig op te lijken. Dan ga ik even een liniaaltje erbij pakken om te kijken hoe breed het is om een stukje kaartstok en DSP op maat te snijden. Zo, daar ben ik weer. Dan ga ik even kijken. Deze uitsparing. Die is ongeveer 3,5 centimeter. Dus ga ik even kijken. Ik heb hier nog wel een stukje kaartstok wat ik op maat kan snijden. En een restje wat ik over heb. kanten even afsnijden. Dus nemen we een randje er nog even af. En dan zo op 3,5. Hier. Bla. Nou, en eens even kijken hoe breed, hoe lang ik dat dan wil. Want dat is wel leuk als dat dan zo er overheen komt. Doe ik de rondjes, kantjes afronden. Tot. En dan hier nog een stukje. Nou, tot hier ongeveer. En dat is dan, nou, dan maken we er een rond getal van 8 centimeter. Dus ik heb hier een stukje cardstock van 3,5 bij 8 centimeter. En daar wil ik een stukje DSP op. En dat, daar wil ik mooi nog een randje omheen. Dus dan wordt dat een stukje van 3 bij 7,5. Nou, ik heb hier nog wel wat restjes liggen. Nemen we deze even. Maak hem eerst 3 centimeter breed. Zo. Niet helemaal netjes recht gesneden, zie ik. Even net recht snijden. 3. Nou, het is nog niet helemaal naar mijn zin. Zo, bij 7,5. Hopla. Als je het even snel wil, zul je zien dat het altijd scheef gaat. Dan passen we hem even. En zo past hij er mooi op. En dan wil ik deze kant naar voren hebben. En de randjes wil ik dan nog even afgerond hebben. En daar gebruik ik de Detailed Trio Punch voor. Daar kan je leuke accentjes mee op je hoeken van je kaarten aanbrengen. Hier met een blaadje. Dit is een afrond. En aan deze kant kan je een gaatje in je cardstokken prikken. Als je een lintje of iets erdoor wil doen. Een overhouden gaatje. Kijken dat hij er wel goed in zit. Zo, even omdraaien. De andere kant ook. Dan wordt dit de voorkant. En dat moet ik dan natuurlijk ook met het DSP doen. En nou heeft ook het DSP een mooi randje. Even nog wat puntje eraf knippen. En dit plakken we dan ook weer op elkaar. Nou, met het opplakken probeer je natuurlijk weer overal eenzelfde breedte qua randje te houden. En met mijn vingers maak ik het even de vezels een beetje los, zodat hij wat makkelijker over de voorkant heen valt. Nou, hier wil ik in ieder geval, zo wil ik hem op de voorkant hebben. En dit vind ik ook een mooie afstand op de achterkant. Zo, ik doe hier aan de onderkant een beetje lijm op. Ook dit kan je natuurlijk weer met tape doen. Maar dit geeft me nog even de gelegenheid om een klein beetje te schuiven. Zodat het wel recht zit. En de bovenkant hoeft niet helemaal Zo. Dan heb ik als sluiting hele kleine klittenband rondjes. Ik heb geen idee meer waar ik die vandaan heb. Of dat ik die bij een of andere hobbywinkel heb vandaan heb. Of ja, bij de Action. Ik heb ze al een hele tijd. Dus... Maar daarmee kan ik het doosje sluiten. Ik doe de harde kant altijd op het lipje. Dan de zachte kant plak ik daar op. Zodat ze recht op elkaar zitten. Dan kijk ik even waar ik hem dicht wil. En plak ik ze op het doosje. Dan moet je ze even voorzichtig van elkaar losmaken. Anders trek je het gelijk los. Goed aanduwen. En dan is je sluiting klaar. Nou, zijn we al heel eind met tasje. Dan zit ik aan te denken, nou kan ik of zo de riempjes doen, er overheen. En dan nog van die dingen. Of ik kan de riempjes hier aan de achterkant doen. En dat is wat ik ga doen. Dus ik ga ze even rond, een beetje rond maken. De vezels een beetje los. En dan ga ik ze even rillen. Zodat alle uiteinden op hetzelfde gerild zijn. Mesje uit de buurt. Snijd ik er nog een stuk af. En dan wil ik de stukjes gerild hebben op anderhalf. Dus ik kijk even naar deze kant. Ik denk dat dat wel voldoende is. Dus dat is anderhalf. En dan aan deze kant ook nog even doen. Om op anderhalf rillen. Deze kant ook. Die heb ik verkeerd gereeld. Die heb ik op een centimeter gereeld in plaats van op anderhalf. Dus doe ik maar even opnieuw. Nou. Niet zo'n probleem. Dan vouw ik de rillijntjes naar achteren. En dat worden mijn plakrandjes om hem vast te plakken. En dan vind ik het wel leuk als ze hier aan de bovenkant... ja, op het DSP zitten. Ik had ze ook kunnen wachten met het DSP en die over de plakrandjes heen plakken. Dan hadden we die niet meer, dan hadden we ze niet meer gezien. Maar daar denk ik nu pas aan. Deze maar eerst even plakken hier aan de bovenkant. Leuk om die op het randje van het tasje te plakken. En deze hier aan de onderkant ook. Wel recht, want het is natuurlijk, het loopt een beetje naar buiten, schuin naar buiten uit. Dus ik probeer hem wel recht eronder te plakken en dan op het randje. Dat doen we met de andere kant ook. Dus ik plak hem hier eerst aan de bovenkant op het tasje. Nou, het wordt zo een lekker zoetig, vrolijk tasje. Een leuke rugzak. Voor een leuke jonge dame. En je kan natuurlijk van alles daarin kwijt. Ik ga er inderdaad geld in doen. En misschien ook wel leuk om hier aan de voorkant toch nog een leuke... afbeelding doen of een leuk labeltje. Ik ga eens even kijken. Wat is leuk? Wat is leuk? Ik denk dat ik Hello Fabulous erop ga gebruiken. En dat doe ik dan met Whisper White en Magenta Madness. En dan maak ik daar gewoon een leuk labeltje van wat ik erop plak. Ik heb hier mijn map met Whisper White. Een stukje eruit halen. Zo. En het is een... een enorme chaos te worden hier rondom me heen. Maar ik denk dat dat wel een beetje bij iedereen wel hetzelfde is. Dus hopla, weer even zorgen dat ik in beeld ben. En in beeld blijf. Want alles schuift hier alle kanten op. Zo. En, oh, ik zit gelijk alles onder te smeren. Dus doe deze even hierboven. Hello Fabulous. En dan is het misschien nog wel leuk om er een lipstick bij te doen. Dan haal ik deze er even af. Plak ik even hier. Plak ik even, leg ik er even aan de zijkant neer. Nog even een lipstick erbij. Nou, kan ik wel hiernaast doen. Hopsa. Nou. Zij maak ik zo even schoon. Nou zat er wel een labeltje in, maar dat past daar niet op. Maar als ik dit nu even uitknip, dan is het wel leuk om daarop te plakken. En dan stop ik die... kan ik die lippenstift er nog wel in doen met in het zakje steken. En die ga ik zo nog een keer stempelen, maar dan in het zwart. En dan ga ik hem even inkleuren. Of in een andere kleur. En deze doe ik gewoon even uitknippen. Zo. Ik hoop dat ik voor jullie nog in beeld was. Katten is niet mijn hobby, maar je ontkomt er soms niet aan. Zo'n tekstje vind ik dan niet zo heel erg. Maar... het is niet... Sommige mensen vinden het heel rustgevend. Ik word er alleen maar onrustig van, want ik zie overal iedere keer weer stukjes dat ik denk, het is toch niet gelijk. Daar moet nog een beetje af. Daar moet nog een beetje bij. Hij had een beetje meer wit eromheen moeten laten. Maar goed. Iedereen zijn hobby, denk ik dan maar. Zo. Een klein beetje af. Maar goed. Het zal zijn met alles oefenen, oefenen, oefenen. Nou. Dit is toch leuk om hier op te plakken. En die plak ik gewoon met een beetje Tombow op. Nou. Daar word je toch vrolijk van. Aanduwen. Zo. Of zal ik hem toch zo laten? Ik ga hem eerst even uitstanden. Nou ja, er is een standje voor. Even kijken, waar zijn mijn standjes? Er is een standje voor. Maar deze ga ik gewoon even maar met de hand uitknippen. Als moet ik weer mijn standsmachine tevoorschijn halen. En dan kijk ik even of ik het leuk vind om hem zo wit te laten in het roze gestempeld. Want het is allemaal al heel zoet. Of dat ik hem toch nog een beetje een kleur wil geven. Ik heb hier wel mijn alcoholmarkers bij de hand. Dus ik zou hem natuurlijk in kunnen kleuren. Het is gelukkig een makkelijke vorm om uit te knippen. Dus mocht je geen stansmachine hebben. En wel de stempelset, ontzettend leuk. Je kan het, zoals je ziet, ook makkelijk met de hand uitstempelen, uitknippen. Kijk, en die wil ik dan hierin doen. Maar dan is het misschien wel leuk om hem toch nog een beetje een kleurtje te geven. Misschien in wat lichter roze dan de Magenta Madness. Dus ik heb hier de Light Polished Pink. Begin ik in ieder geval hier even mee. Even de houder. Even in te kleuren. Dan heb ik hier de Magenta Madness. Ja. De dark. Ik ga nu niet heel veel schaduw gebruiken. Dan is misschien leuk om deze te doen. En dan deze in de lichte Magenta Madness. Dan hebben we toch nog net even een andere schaduw. En dan ga ik toch even het witte randje nog wat verder ervan afknippen. Maar ik denk dat ik hem toch even in het zwart ga stempelen en hem dan nog eventjes opnieuw in ga kleuren. Dus je ziet, bij mij gaat ook niet altijd alles even. Ik moet af en toe ook wel eens wat opnieuw doen. Dus even kijken, want waar heb ik nu mijn stempelblokje gelaten met. Dat is hier. Even mijn shimmy erbij pakken. Die was ik vergeten. Nou, mijn stampingscrub lag er dichterbij. Dus dan gebruiken we die even. De Memento. Gestempeld en nou, maar een keer in het midden dan. 3 keer is scheepsrecht, zullen we maar zeggen. Nou, laten we deze even een beetje drogen en dan gaan we hem weer inkleuren. Ga ik nu toch even anders doen. Dan ga ik deze hieronder met donkere en met hier langs het randje. Inken we met de lichte Magenta Madness. Even de andere kant. Voordat ik zo meteen naast mijn afdrukje kleur. Even in de donkere. Toch nog even een beetje aan te zetten. Ik zei wel, ik ga niet te veel schaduw aanbrengen, maar als ik dan toch bezig ben, is het toch eigenlijk wel weer leuk. Ja, waarschijnlijk valt het morgen niemand op. Maar ja, je wilt er ook zelf wel tevreden zijn over je projectje. Dan maak ik het een bandje hier. De Light Magenta Madness. Met toch wat kleurwisselingen. Hierboven weer. Hierboven weer wat schaduw aanbrengen. Zo zie je dat het op zich helemaal niet moeilijk is om met de blends te werken, want je krijgt gewoon ja, eigenlijk altijd een mooie overgang. Zo. En hierboven doen we dan dit in de donkere kleur. En hieronder. Lichte Magenta Madness. Ja. En zo heb je toch een hartstikke leuke lippenstift die ik ook weer even snel ga uitknippen. Bla. Normaal film ik mijn filmpjes als er niemand in huis is. Maar dat is in deze vakantieperiode helaas niet mogelijk. Dus mochten jullie wat achtergrondgeluiden horen. Dat zijn mijn kinderen die thuis zijn. Daar viel mijn camera even uit. Maar wat ik wilde zeggen, volgende week zijn ze weer naar school. Dus dan heb ik hier thuis weer alle rust om in mijn eentje de filmpjes op te nemen. Zonder dat ik afgeleid word door allerlei dingen die ik op de achtergrond hoor. Zo, doen we deze weg. En dan plak ik deze hierin. En zo is het zakje toch nog gevuld. Kunnen we het even ook een beetje schuin doen. Niemand ziet wat van de schaduw die ik daarvoor heb gegaan. Ik kan er ook gewoon los in laten zitten. Dan, of hier op de voorkant plakken. Nee, ik stop hem er zo schuin in. Laat ik hem er iets verder uitsteken. En plak ik hem er zo schuin in. Misschien dat ik nog iets van een bloemetje hier wil. Maar dan is het misschien wel leuk om wel een bloemetje te stempelen. Maar dan te stempelen op de DSP. En dat even uit te knippen. Dus dat gaan we ook nog even doen. Waar is mijn Memento? Een blokje. En mijn stempels zetten we even laten. Die ligt hier tussen de rommel. Even kijken. Dan is het misschien wel leuk. Deze moet hier. Te gebruiken. Past die op dat kleine blokje? Ik denk het misschien. Precies. Ja. Dat komt goed. Past er precies op. En die doe ik weer op de DSP. zodat ik ook nog wat gouden details heb. En voor de zekerheid nog een keer. Hopla. En die ga ik denk ik toch maar uitstansen. Kijken of dat nog deze zijn. Ik denk die andere. Oh, er zitten twee stansjes in voor de bloemen. Deze, ja. Nou, toch maar uitknippen. Eigenwijs vandaag. Geen zin om de stansmachine er weer bij te pakken. Zo zie je dat je heel makkelijk toch een cadeauverpakkingje kan maken en dat geld geven. Dus nou ja, niet saai hoeft te zijn. Zo. En die plak ik hier bovenop. En die plak ik dan alleen hier in het hoekje vast. Helemaal vastplakken, want er zit verder toch niks in het tasje. Zo. Nou, dan is het aan de voorkant net iets meer aangekleed. En zo heb ik een nou ja, tasje gemaakt voor wat geld. En nou ja, wat zijn we daarmee bezig geweest? Ik denk een half uurtje ongeveer. Met kletsen duurt het uiteraard altijd, altijd langer. Maar ik heb weer een leuk tasje om wat geld in te stoppen. En nog wat lekkers erbij te doen. En ik hoop dat ik jullie... vind je dit nou een leuk filmpje? Want ik vergeet het bijna. Doe dan een duimpje omhoog. Wil je niets missen van mij? Abonneer je dan op mijn kanaal. En druk op het belletje. En dan krijg je een melding op het moment dat er weer een nieuw filmpje online komt. Ik ben druk bezig om een nieuwe website te vullen. Daarbij zou je alle informatie over mij kunnen vinden, hoe je me kan bereiken. Mijn blog blijft nog eventjes bij Blogger, maar wellicht dat ik die ook over ga brengen naar mijn nieuwe website. En op die nieuwe website zullen ook mijn oude... meestal gebruikte, maar er zitten ook een aantal nieuwe stempelsets, stansen, papier en allemaal spullen die retired zijn, zal ik daarop te koop zetten. Dus neem daar zeker een kijkje op het moment dat die online is. Ik laat het jullie via de verschillende kanalen weten, ook via YouTube, maar ook via Insta en Facebook. Dus volg je me daar, dan nou, moet het goed komen en dan zou je de lancering van mijn nieuwe website zeker niet missen. Ik wil jullie weer bedanken voor het kijken naar dit filmpje en ik hoop jullie snel weer terug te zien. Tot ziens!